بس من سهل دي تزنزينغافي فين داخل اللي كيس فرتلة أوفر وهي مت عندنا أكسنتي كامبراتي إن دي تخفال إن أفريقيا سا أكسنتي إكسال يلو أودلخ ولك دينغ بلانغراك ساين ولك دري دينغ إر بلانغراك ساين إن دي دري دينغ كلانكة يموت كلانكة فرانره إن أندري ريتم موت سومس هانتيرة إن أندري تال بفوبلت عشي سبانس أكسنتي بلنادون موت فيل سنلر مانير فان براتة هبه أوكي إكسال أخيفة واتيك دان فراندر إكسيخ بفوبلت نيت إك خا نار هاوش مار إكسيخ بفوبلت إك خا نار هاوش إك ماك فان دي إيه maak ik een i en van de ui. Heel veel buitenlanders hebben problemen met het uitspreken van de letter ui, omdat ze het niet kennen in hun taal. En dan maak ik er van au. Dus ik zeg geen huis, maar house. En ik zeg niet hun, maar ik zeg hun, want de letter e is ook heel moeilijk voor buitenlanders vaak om uit te spreken. Dus ik zeg niet dus, maar dus. En ik zeg ook niet, ik ga weer naar school, maar ik zeg dan, ik ga weer naar school. Dus van de e maak ik dan een e. En in de letter, de klanken e van leuk, dan maak ik van leuk. Ik vind het heel leuk om morgen weer naar mijn werk te gaan. Of ik vind het heel leuk om morgen weer naar school te gaan. En de laatste letters van werkwoorden, die spreek ik ook niet uit. Dus ik zeg, ik ga lekker fietsen en niet ik ga fietsen. Maar ik ga lekker fietsen, ik ga lekker rennen, ik ga lekker eten. Weet je, dat soort dingen. Ik ga altijd, niet altijd, maar altijd, ga ik op tijd naar school en altijd leuke dingen doen. En ja, even kijken. En als je dan nog wat geloofwaardiger over wil komen, dan maak je ook een beetje fouten. Dan zeg je, deze meisje, over de toon. En je kan zeggen van heel veel jaren geleden werd ik gepest. Dan kan je van maken. Heel veel jaren geleden werd ik gepest. Maar totdat ik ze allemaal een hoek heb gegeven. Over de toon. Dus je kan zeggen. Heel veel jaren geleden werd ik gepest op school. En dan zou ik ervan maken. Heel veel jaren geleden werd ik gepest op school. Totdat ik ze allemaal een hoek heb gegeven. Het was meteen afgelopen. Oké, dus dat was mijn kleine tutorial. Over hoe je met de Afrikaanse accentje kan praten. En ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En het is heel handig voor als je een typetje wil spelen. Of voor tijdens bijvoorbeeld een stand-up comedy act. Of als je cabaretier bent en je wilt een andere accentje opzetten, dan is het heel belangrijk om de ritme, de klanken te bestuderen, zodat je die een beetje over kan nemen. Oké, dit was Inzinga. Doei, like en deel en abonneer je op mijn kanaal.